Raf ter Winge, de burgemeester van Maasmechelen. Ja, wat ik vooral dit eerste jaar wil realiseren, is het verder zetten van het bestuur in Maasmechelen. Voor het eerst is er een burgemeester die zichzelf heeft mogen opvolgen. Dus er staan enkele werven, heel belangrijke werven, echt wel in de stijgers. De eerste steenlegging van de oostelijke ontsluitingsweg, waardoor tot de Rijksweg in Maasmechelen gaat heel erg verlicht worden qua verkeersdrukte. Komende van Mazeik ga je kunnen afslaan in Voogijsde dorp en zo de ring nemen door Maasmechelen heen. Maar tegelijkertijd ook de eerste steenlegging van het politiekantoor, heel belangrijk ook. Maasmechelen als hoofdstad van het Maasland verder uitbouwen en op heel korte termijn misschien afspraken maken met onze carnavalsverenigingen. We zijn er al mee bezig om zo toch het carnaval ook iets plasticvrijer en plasticvriendelijker te maken. Binnen de 6 jaar realiseren, er is een heel plan. Wat we natuurlijk hebben, liggen al van de voorbije 6 jaar. We gaan dat verder zetten en de continuïteit is heel belangrijk. Maar we gaan vooral ook, denk ik, inzetten in Maasmechelen op inspraak. De slogan van Maasmechelen gaat zijn: Maasmechelen meemaken. Dat wil zeggen dat je natuurlijk de ervaring moet krijgen in Maasmechelen. Maasmechelen uitbouwen als toeristische stad, als leisure stad waar je goed kan winkelen, wandelen, wonen en werken. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook, gaan we de Maasmechelaren zorgen dat ze samen Maasmechelen mee gaan maken. En die inspraak is heel belangrijk, denk ik, voor onze gemeente. Een aanslepend probleem waar we natuurlijk al langer mee strijden in Maasmechelen is het armoedecijfer, de kinderarmoede vooral. Dat zijn vaak alarmerende percentages die we krijgen bij allerlei onderzoeken. Daarop moeten we heel erg inzetten. Of dat gaat opgelost worden binnen de 6 jaar, betwijfel ik. Ook de voorbije 6 jaar hebben we al heel wat inspanningen gedaan om daaraan te verhelpen. Maar dat pak je natuurlijk op langere termijn aan. Je moet beginnen bij kinderen die worden geboren in kansarmoede, in kansarme gezinnen. Maar je moet ook omgaan met hun ouders, die je ook moet helpen. En je moet er ook voor zorgen dat misschien mensen die al oud worden, senioren in de armoede, dat die ook nog op een comfortabele wijze kunnen gaan verder leven in Maasmechelen. En dat is de verdere uitdaging. En wat ik vooral niet ga doen deze legislatuur, is mijn dynamiek en mijn engagement verminderen. Ik wil verder gaan voor Maasmechelen 6 jaar lang, zoals ik dat de voorbije 6 jaar heb gedaan. En ik ben er klaar voor en ik ben heel blij dat ik opnieuw het vertrouwen heb gekregen van onze Maasmechelse bevolking.